Wat doet Marlo's gast hier? Oké. Ze zijn vast op zoek naar het vliegtuig. Oh shit! Dit is toch belachelijk? Ik zit hier vast. Ha, het werkt. Er moet ergens een uitgang zijn. Oh, ik heb genoeg van die klojo's. Het is klaar. Prettig. Je bent dood! Daar gaan we.
Oké. Hopelijk zijn er niet nog meer. Oh shit! Waar komt dat nou weer vandaan? Oh god, wat heet. Kan je verstaan? Nee, niet schieten. Alsjeblieft, niet schieten. Dale, tu, Shino! Dale, dale!
Je bent ver van huis, Amerikaan. Dank je. Je hebt hier niks te zoeken. Geen van jullie. Je spaarde me. Waarom doodde je me niet, net als de anderen? Dat vinden wij onbeleefd. Je verkeerde in nood. Zelfs een vijand verdient eten en onderdak. Ben jij mijn vijand, Amerikaan? Drake. Mijn naam, ik heet Drake. Salim, ik ben de sheikh van deze stam. Nou, ik wil niet brutaal doen, Salim. Maar ik zoek een paard. Ik kan er helaas niks tegenover stellen. Gaat de Engelse karavaan in je eentje aanvallen? Je kent ze dus. Mijn verkenners volgen ze al 2 dagen. Waarom ben je hier? Waarom trekken de Engelsen door de Roepelgali? Ze zoeken naar de verdwenen stad Ubar. Iram van de Pilaren. Ze hebben mijn vriend gegijzeld. Hij is de enige die de weg kent. Als ze in Iram zijn, heeft hij geen nut meer voor ze. Doden ze hem. Als ze Iram vinden, is iedereen dood. 3000 jaar geleden. Koning Salomo bezat de krachten van de djinn. Demonen, geboren uit niet-rokend vuur, tot die zich verzetten. Hij sloot ze op in een vat van koper en stortte dat in de gewelven van de stad. Iram werd een stad vol kwaad. Vervloekt door de gekwelde geesten van de djinn. De Engelsen mogen de stad niet bereiken. Als zij de krachten van de djinn ontketenen... We hebben niet veel tijd, of wel? Nee. Maar zij zijn met meer mannen. We kunnen ze niet zomaar aanvallen. Vannacht, rust. Morgen trekken ze het ravijn in. We pakken ze daar. We vertrekken vroeg. Moeten we nog ver? We zijn er bijna.